Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en welkom bij een nieuwe GTA Online. Vandaag ben ik hier met Mr. Tuning en Larissa en wij gaan met z'n drieën weer spelen. Larissa kan nog niet praten deze week, daarom is er ook geen Minecraft deze week natuurlijk. En, maar Timo en ik, die zullen het wel vol praten hoor, hier. Wij spelen Rockstar Verified Maps en dat spelen we met standaard auto's. Ik weet niet waarom jij een bomvest hebt. Hey, jouw nummer is hetzelfde als dat nummer in je naam. Oh yeah, 103 Spooky, level 103. Met welke auto gaan we? We gaan allemaal met dezelfde auto. Zullen we de Carbonisère nemen? Dat blijft onze crewauto. Ja. In mijn crewkleur. Happakee. Grotti Carbonisère. Carbonisère. I'm ready for the Carbonisère. We gaan een Carbonisère race en deze race heet That's What She Said. That's What She Said. Ja, er zitten veel veel plekken waar je je voorbumper nogal kapot kan maken. Oh. En dan heb je dus geen voorbumper meer. Deze keer mijn dak gewoon dicht, want het weer ziet er niet beestig bijzonder uit. Nee, inderdaad. Snap je hem? Voorbumper. That's what she said. Oké, daar gaan we dan. Op naar de race. Oh, Larissa aankop. Larissa. Larissa aankop. That's what she said. Oh yes. Oh, Larissa. Hola. Hey! Oh! Hey, oh, je wat? Oh, what the fuck is that? That's what she said. Oh my god, ik word gewoon volledig afgesneden, man. Damn. Alsof ik besneden ben. Wat? Nee, that's what she said. Of zo. Ik weet het niet. Is Timo nou diegene die, Yep. Wat heb je Larissa aangedaan? Niks. Ik ben er gewoon langs gereden. Ja, yeah, that's what she said. Oh nee, dat kan je niet gebruiken. Je kan het that's niet altijd gebruiken. That's what he said. Oh, the jump is real. Laris! Wee! Ja. Oh. Ja, nailed it. Ik vlieg er zoveel bij. Oh, damn. Man. Ik crash hem helemaal hier. En Timo die lijkt wel hier goed te gaan winnen. Timo, leg eens uit wat voor dingen er gaan komen. Bij deze track. jumps. Strakke bochtjes. Ja, nee. Ik bedoel... Als jij nou vooruit rijdt en zegt wat er allemaal... Dan kun je dat... Op voorbereiden. Op shop. Ja, ik wil een ander woord zeggen wat hij niet uit kan spreken. Het is maar niet toe even alleen maar rails. Het is alleen maar rails. Oké, dank je. En een bocht naar rechts. Deze game die voelt soms echt alsof hij on rails is, hè? Het is allemaal een beetje lineair on rails, deze game. Nee, we gaan nog een keer naar rest. Dit is wat ze hier zet. Man. We komen met een paar bochtjes. En een jump! Oh, wat een leuk jumpje. Ja, hoi! Ik ken de achtergrond dat gebeurde. Ja, ik wil ook nog wel een lekkere drift, moet ik zeggen. Nice to meet. Ja, maar dit is de Carbonisère. Dit is de ultieme drift, Ferrari. Is daarvoor gemaakt, hè? Oh! Dat ging Larissa. Dat was cool. Larissa ging over ons heen, man. Ah! That's what she said. Larissa ging over ons heen. dit is echt te fout allemaal. Vandaag in de middelste aflevering van GTA ooit. Timo! Nee! Ik doe niet aan trio circles. Hey, dat was niet. Dat was ook niet serieus bedoeld. Ik hou jou van mij. Jij ging over ons heen. Ja, jij ging gewoon over ons heen. Dit is maar net hoe je het opvat. Ja, that's what she said. Oh, die Timo vliegt. Nee, kom op man, ik stond net zo lekker eerst. Kom eens even terug. Ja, dan moet je mijn protection gebruiken. That's what she said. Oh, schande. Dan was het echt erg. Jezus man, mijn voorbumper is zo ingedeukt. Het is zo 2 maten kleiner. That's what she said.
Waarschuwing, deze aflevering is veel te melig. Melig? Melig. What the fuck, man? Ga je weer aan de drek zitten? Beetje coke. Haat! Wat? Lekker. Ja. Die wat, jongen. Ja, wat? Was... Ik weet niet, wat voor wat dat Michael was? Michael Jackson wel. Oh, oh, lekker mooi. Ik weet niet hoeveel rondes er zijn. Oh, dit was de laatste ronde. Nee! Wee! Why? Why you do that in the last lap to me? Why? En dan uiteindelijk ben ik de eerste die klaar is. That's what she said. Ja, ik moest nog een laatste op deze baan doen. Ik moest nog een laatste op deze baan doen. Oeh, dat wordt te close, man. Nog 10 seconden. Denk je dat Larissa klaarkomt? Wat, dat is gewoon normaal, hoor. Dat is echt normaal Nederlands. Mm. Wat, echt? Lukt het? Oh, zo so close. Ze was er zo dichtbij. Dit is zo naaiend. Dit is alsof je denkt van ja, ja, en dan nee. Nee. Yeah. Nee, maar serieus, dat is gewoon normaal Nederlands. Als je bijvoorbeeld een project hebt op school, wat ik bijvoorbeeld had, dan is er bijvoorbeeld, er was zo'n oude man. dit kan bijna echt dan op pedofilie gaan lijken, maar die oude man die... Die zegt dan van, komt dat wel klaar? Weet je wel, komt dat project wel klaar? Of denken jullie dat ja, okay. Denken jullie dat jullie klaarkomen? Ja, echt. Zorg ervoor dat het allemaal klaar komt, Timo. En dan moet je niet ervoor zorgen dat je iedereen afrukt. Alsjeblieft niet. We gaan naar de volgende race. Baja Hangtime. Dit is wat minder That's What She Said terug. Dus dit moet goed komen. Ik zal Custom Vehicles op off zetten aangezien Larissa nog level 17 is. En dat zou niet eerlijk zijn, want die heeft volgens mij geen auto's in haar garage. En dan gaan we dit keer racen. We doen weer met dezelfde. Dit is wel zo leuk. En dat wordt de... Baller? Jij mag geen kiezen. De baller? Brawler. Op nee, Bifta, oké, we doen de Bifta wel. Bifta? Daar is mag kiezen. Er staat baller hoor. Ik snap niet waarom je daar weer een R bij doet. Doe maar de Bifta. Bifta het is. Maar hoe de fuck kan je die baller die voor de Bifta zit een brawler noemen? Daar zit echt geen R. Omdat ik het zei voordat ik naar de naam keek. Ja, en toen keek je naar de naam en toen zei je, oh nee, brawler. Dus je kan je daar niet uit. Hij fucked het op, oké. Okay. Ha, gotcha. Hey, deze auto's zijn best cool, man. Hallo, doei. One lap, oké. Okay, het is één rondje, Timo. Nou, één Lukt rondje. Deze auto's van de allereerste DLC die in GTA kwam. Giet dan maar. Oké. Okay. Nou ja, leuk feitje. Wat is er leuk aan? Weet ik veel, wat hebben we gezegd. Ik wou even interessant doen, laat me. Man, ik heb echt een Baywatch gevoel, man. Niet. Er komt weer een nieuwe Baywatch trouwens. Oh god. Weet je wie waarom moeten ze alles rebooten tegenwoordig? Nou, gewoon omdat ze out of ideas zijn natuurlijk. Er zijn geen ideeën meer voor nieuwe films of series. Ja, nee, maar ik zag dus van de week ook een... Je moet daar niet te kort gaan, dan ga je op 2 uur. Ook een trailer van... Oh! Ik keek naar jou. Ja, ik keek even naar jou. Ik zag van de week een trailer online komen van Ghostbusters. Weet je, ik vind het een cool idee dat ze het nou 4 vrouwen gedaan hebben. Ja, dat moet ik dan wel eerlijk toegeven, maar... Vond de trailer wel echt heel zwak, trouwens. Ja, moe. Ik zag eerst een fan mee trailen en dan hadden ze gewoon echt zoiets van 80% eruit geknipt. Ja. Toen was het een goede trailer. Ja, ik had ook een fanmade trailer gezien met dus wel echt het Ghostbusters nummer en zo. En een beetje leuk gedaan. En die was echt veel beter. Dat maakte de trailer wel beter, maar inderdaad. Maar dus, er komt een Baywatch en The Rock, Dwayne Johnson, die speelt daarin. Als de grote lifeguard. Dus die grote spierbundel. Die grote spierbundel van de Fast and the Furious. Ja, Zac Efron ook. Ja, al die dames weer met die Zac Efron. Jongen, ben ik weer niet genoeg, Laris. Jongen. Zac Efron.
Oh, Zac Efron is lelijk, zegt Lennis. Plot twist. Wat een plot twist. Elke dame zit helemaal... Oh, Zac! Zac is echt fantastisch. Lekker ja. In Tsunaki op het toilet in zo'n film, toch? Weet ik veel. Ik heb alleen ooit een keer hem bij Conan op de bank gezien. Zo'n Amerikaanse talkshow ding. Die gast is baas. Conan is baas. Conan is sowieso baas. Maar ja, wel, die games gaat spelen. Ik bedoel, Baywatch moet gewoon met David Hasselhoff nog steeds, hoor. Zie je hem nu in een zwempakje, die oude David Hasselhoff? Alsjeblieft. Visualiseer. Visualiseer, ja. Nee, maar misschien wel leuk als zo van... Hé, hey, ja, je moet een jonge man in het strandhuisje en dat hij daar zit, ja? Oh ja, dat hij er nog zit als, als Easter egg. Wat, het is geen spel waar je in een open wereld over het dat strand... Dat kan toch ook in films, dat maakt dat niet uit. Oké. Okay. Verwijzing dan. Ook een verwijzing. Timo, de finish is hier bijna voor mijn gevoel. Oei. Ik hoop dat jij een tactische beslissing maakt, jongen. Ah, oh, je maakt een tactische beslissing! You bitch! Eindelijk. Wow, zo de you. Niet zo, niet zo doen. Dat is een beetje eng. Zo, ik was gewoon een beetje blij. Laat me. Nou. Gaat Larissa ervoor zorgen dat ze klaarkomt? Ja, gaan. Please. Wat? Oh, de verkeerde kant op! Of niet? Ja! Het gaat zo gauw bergafwaarts, moet ik zeggen. Maar Zac Efron blijft lelijk. Ja. Toch? Ja. Vast wel. Jongens, ik bedank jullie voor het kijken. Deze aflevering van GTA Online. De tweede aflevering in de week is altijd gekke nieuwtjes. Ik kan je al verklappen dat dit Nederlandse nieuwtjes worden dit keer. Dus nieuws uit Nederland. Opmerkelijk nieuws voor. En dan spreken jullie bij de volgende aflevering. Laat een duimpje omhoog achter. En tot de volgende keer. DNF Princess for Life. Peace out. Of denkt hij dat hij nog succesvol kan zijn ook met het duwen van... Ik denk Sophie, wat heb je nou last van? Ik bedoel, dat er niet op een trouwerij. Van twee mannen of twee vrouwen. Ja, ja. Wat dan ook, weet je.